Strikt Geheim komt met de vraag, is de aarde eigenlijk hol? Astronoom Edmund Halley stelde voor dat de aarde eigenlijk hol is, met een eigen inwendige atmosfeer en zelfs mogelijke bewoning. 1913. Marshall Gardner beweert dat de aarde een interne zon heeft en kan worden verkend door een opening in het Arctische gebied. 1957. Een geheim dagboek van onderzoeker Richard Byard onthult dat hij de ingang naar de onderwereld al in 1947 gevonden zou hebben. Theoretici beweren dat hij was gedwongen om zijn ontdekking geheim te houden. Het idee van een ondergrondse wereld bestaat in veel van de eeuwenoude culturen, zoals in het boeddhisme, judaïsme en de Keltische en Noorse mythologieën. In de mythologieën van de inheems-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse bevolking kwamen de voorvaderen uit de ondergrondse wereld. Aanhangers van het holle aardegeloof denken dat de Maya-kalenders geen kalenders zijn, maar kaarten naar de onderwereld. Wat denk jij? Is dit bullshit of geloof je het wel een beetje? Ik wil het heel graag van je weten. Wil jij nou nog veel meer weten over de Bermuda-driehoek? Hou dan zeker het kanaal in de gaten, want de volgende video gaat er weer over. Kijk je op je mobiel of tablet? Kijk dan voor het linkje in de beschrijving. Check voor nog meer bizarre complottheorieën op mijn kanaal en dan zie ik jou de volgende keer. Hey, bedankt voor het kijken!